in een nieuw seizoen met nieuwe challenges. Elke week gaan de hooligirls de strijd aan. Tijd gaat nu in. En gaan ze tot het uiterste. Lekker, kom maar door. De hoofdprijs van dit seizoen, een prachtige reis naar IJsland met de magie van het Noorderlicht. Wie wint dit seizoen en is de ultieme hooligirl? Is dat Jane, Marijn of Marie? Dit is Hooligirls. Dag lieve, hallo? Knappe, sportieve hooligirls. Mm-hmm. Hallo. Wat zien jullie er fantastisch, fly, sportief uit. Dankjewel. Ja. Oh, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We moesten sportief. Ik voel deze outfit helemaal. Ik ga Marie weer even in de nek krijgen, denk ik. Vandaag wordt een puntje voor mij. Tijd voor een nieuwe challenge. En ik moet jullie zeggen dat ik vandaag licht gespannen ben. En dat meen ik oprecht. Want deze challenge staat nu al in mijn top 3. Houd toch op, nee. Hoor. Ja. Nee, hoor. Ik heb echt geen flauw idee wat we gaan doen. Ik zie hier een rode doos liggen, maar wat eronder ligt, goochelspullen, ik weet het niet. Alles draait vandaag om je mindset. Oh my god, wat is er nou? Nee. Oké. Ik ga alvast beginnen met de enveloppen. En dat is belangrijk, want de naam die ik nu als eerste trek, die gaat ook zo meteen beginnen. Oh, mijn buik. Ik zeik in mijn broek. Ik weet niet eens wat, of wie, of hoe. Ik snap het niet, maar ik ben zo ziek gespannen. Ik ook. Ik geef jullie dit moment om samen te bepalen welke envelop ik als eerste ga trekken. Is het deze? Is het de middelste of deze? De zeg middelste. Het maar. Ja, de middelste. Je hebt gewonnen vorige week. Ja, de middelste? De hooligirl die zo meteen als eerste gaat beginnen. Oh, ik voel het aan mijn water. Ik ben het sowieso. Dat ben jij, Jane. Schreeuwen, maar we weten nog steeds helemaal niet wat er gaat gebeuren. Lieve hooligirls, jullie gaan zo meteen ons de beurt hier plaatsnemen. En jullie gaan hier plat op liggen. En nu zijn jullie natuurlijk ontzettend benieuwd. Wat de hel? Waar jullie op gaan liggen. Oh, waar? Hou hem vast. Een. Lieve hooligirls. Hier gaan jullie zo meteen met jullie rug gestrekt op liggen. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Oh, helemaal leuk. Tuurlijk. Jullie krijgen vervolgens een plankje op jullie buik. Oh, nice. En daarop worden maar liefst 5 betonblokken op geplaatst. Die 5 betonblokken die worden kapotgeslagen met deze hamer. Je lul. Waarom moet ik als eerste? What the fuck? Ik hoor je praten. Oh my god. Ik snap niet dat het uit je mond komt. Die betonblokken die worden kapotgeslagen door een andere hooligan. Nee. Die volgorde die is al bepaald. Ik ga even iemand erbij halen, want veiligheid staat natuurlijk voorop. En dat is Michel. Goedemiddag, Michel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Belangrijk en fijn ook dat u vandaag hier kan zijn. Ik heb... Een vraag, eigenlijk 2. Hoe veilig is dit? Veilig is het zeker niet. Tenzij het onder een goede begeleiding gebeurt. En dat is in dit geval aan de orde. Okay. Pijnlijk is het zeker wel, dadelijk. Nou, als je dit een cijfer moet geven op een pijnschaal tussen 1 en 10, dan is dit een 13. Okay. Nee. We hebben het spijkerbed hebben wij zelf niet voor niets zijn naam gegeven, Elm Street. En als je hierop gaat liggen, dan krijgt de betekenis Nightmare on Elm Street voor jou een hele nieuwe betekenis zometeen. Heel belangrijk, ook voor mij om te weten. Heeft u een laatste tip? Want het zijn wel mijn hooligirls. Dus ik wil wel dat ze natuurlijk safe hier uitkomen. Maar een tip, want het gaat ook werken in je hoofd dit. De enige tip die ik je kan geven, doe het niet onderschatten. En vooral probeer je te ontspannen. Op het moment dat je gaat liggen. Michel, er wordt wel op ze geslagen. Hoe meer u praat, hoe erger het wordt. Ik denk het wordt u stelt ons gerust. Maar ja, nee. Dat is hele duidelijke taal van Michel. Hartstikke bedankt. En de hooligirl die de betonblokken kapot mag slaan. Jane, dat is Marie. Oh.
Oké. Oh, wat erg. Maar, hoe win je deze challenge? Oh ja. Ik heb hier enveloppen. En hier staan 22 woorden op. Ja, tuurlijk. Het zijn willekeurige woorden. Oh my god, nee. Ik ga deze woorden ga ik opnoemen. En de bedoeling is dat jullie deze woorden onthouden, zoveel mogelijk. De hooligirl die de meeste woorden weet te onthouden, aan het einde van deze challenge, die wint deze ontzettend heftige challenge. Lieve hooligirls, neem nog een laatste slokje water. En dan mag jij plaatsnemen, Jane. Helemaal, ik voel me... Hoe meer je beweegt, sorry, hoe pijnlijker het is. Je gaat hoe dan ook ga je het voelen. Ik kan iemand... Je moet echt alleen die comfort... Oh my god, ik tril helemaal. Ik ken het. Ja. Maar het is een mindfuck. Het is echt een mindfuck. Je gaat natuurlijk niet gespiesd worden. Er komt nog één bij. Oh. Laatste. Oké, Jane. 3, 2, 1, de ton. Ervaring. Stop. Dit is de schrik, Ben je oké? Ja? Ja. Ja? Aankakken. Spijker. Moer. Staan. Plas. Stop. Stop. Ja, wacht even. Oké. Op jouw teken. Okay. Hypnose. Hakken. No! Stop. Dit is wel heel hard, zeg maar. Ik schrik hier ook echt van. Is het oké? Zeg maar, ik... You good. Ja. Waar... Nee, gewoon okay. Door. Oké. Mag ik... Ja. Ja. Jane, op jouw teken. Michel is bij je. Als Michel zegt het is all good, dan je weet toch? Ja. Kijk naar Michel. Michel die is nog aan het rondkijken. Hij kan. Hij kan? Oké. Okay. Hakbel, ijzer, hard, gereedschap, rijden, omhouden, veiligheid, liggen, hakken, actie, geut, metaal. Oké, okay, stop de tijd. Het opstaan is pijnlijk. Yeah. Oké, dan. Oh my god. Jane, als je dit omschrijft, hoe zou je dit omschrijven, dit gevoel? Dat doet zo pijn. Ja? Ja, maar misschien omdat ik me steeds aanspande, maar ik kon niet anders, want zij sloeg op mijn buik. Dus ik vond het echt erg. Ik vond het echt erg. Hoe zou je die pijn omschrijven? Zeker wel. 10, 13, 14, 1500. Oh my god. En weet je wat het gekke is? Ik heb zeg maar je rug. Er is helemaal niks. No. En maar als ik krassen op je lichaam of ik zie van iets, maar dit is echt een mindfuck dit. Ik voelde zeg maar een spijker zo hier bij mijn nek zo. Ik dacht, yo, die ging echt drukken de hele tijd en weer pijn. Ja. Heb je de woorden voor mij? Spijker, hout, metaal. Mindset, hypnose, lijden, beton, steen, hout had ik al gezegd, hout, pijn, slaan, hamer, bel, hakken, spijkerbed, plank, 3, 2, 1, dat waren je woorden. We gaan door naar de volgende. Marijn, Marie, ik ben wel heel erg benieuwd wat er door jullie heen gaat nu jullie dit zo zien. Het ziet er niet heel welkom uit of zo. Ik wil eigenlijk nu wel. Ja? Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe het voelt. Ja? Is dat raar? Ja. Ik ben eigenlijk ik, heel benieuwd. Ik vind het wel tof dat jij wilt, maar het lot bepaalt. Ja, ja. Dus... Godsamme! Weet je, ik geef hem aan jou, Jane. Ja, dat ben ik, hè? Marie, ja. Je wilt niet, maar jij bent het wel. Ja, inderdaad. Ik ben het wel. Marie, valt deze ook binnen jou, top 3? Challenges Hooligirls? Ja, ik denk het wel. Ja, ik moet het nog even aanvoelen, maar dat zal vast wel zo blijven.
Ik heb jouw woorden heb ik hier bij de hand. Ja. Oh, ik heb zo last van. Ik ga beginnen met de eerste woorden. Marijn, je kan gaan beginnen met slaan. Oké. Woord 1, slapen. Bestrijding. Bril. Naald. Wond. Prikken. Huid. Beschadiging. Zand. Wacht. Oké. Oké, op jouw tempo. We gaan door. Zand. Heftig. Slaan. Schreeuwen. Sorry, steek. Nog twee. Bloed. Scheur. Ja, twee kapot. Alles kapot. Wacht, ik hoor niks wat ze zegt. Oké. Zaag, slopen, scheur, kapot, riem, trans, benauwd, maden. Wauw. Dit is natuurlijk een ontzettende mindfuck. Jouw eerste reactie, want je oogt ontspannen nu. Het is echt inderdaad mindset en... En eigenlijk was ik aan het focussen meer op die betonblokken. Dat ik niet te veel aan het aanspannen was. Omdat zodra ik inderdaad aanspannen, voel je ze meer door je huid heen gaan. Het is tijd voor jouw woorden. Oké. Zaag, huid, kapot. Ik loop helemaal vast. Maden. Weet ik veel. Spijker, beton, slaan, pijn. 3, 2, 1. En dit was hem voor jou, Marie. Marijn. Yes. Hoe is het nou om als laatste deze challenge aan te gaan? Ja, ik had wel eerder gewild eigenlijk. Ik ben gewoon heel benieuwd naar dit gevoel. En hoe erg je moet ontspannen om niks te voelen en of dat maar lukt. Ik ben ook heel erg benieuwd. Ik denk dat het jou namelijk wel gaat lukken. Ja, ik vond het slaan erger, denk ik, dan dit. Ja? Ja, denk ik wel. Ik ben benieuwd. All right. Woord 1. Lopen. Ontspanning. Pijn. Dat durf ik niet. Verzachten. Yoga. Oh my god. Zen. Pilates. Hamer. Marteling. Bewegen. Schroef. Mag ik heel even? Wow. Oké, mag ik even? Er zijn er gewoon 3 andere gebroken. Oh, Jesus. Schroef. Bed. Oh, ik heb alles kapot gemaakt. Glas. Trap. Kalk. Cement. Baksteen. Gips. Touw. Kracht. Dat waren jouw woorden. Als je omhoog wil komen? Ja, ik lig hier. Ik lig wel oké. Okay. Ja, maar dit is minder erg dan al die dingen. Zo. Ik lig oké, zegt ze. Oh mijn god. Je hebt wel, je rug is wel ontzettend rood. Kijk! Oh, ik weet niet wat ik zeg! Oh god! Daar kan echt een hele tube plamuur kan erin om het bij te winnen. Moet je echt erbij sturen. Oh mijn god, niet helemaal niks. Nee. Oh mijn god, die lijkt wel gewoon een stukje kaas gewoon. Met allemaal gaten erin, ja? Doet dit dan geen pijn? Zo? Nee, helemaal niks. Nee. Wat zijn de woorden, Marijn? Beton, yoga, pilates, schroef, spijker, huis, bord, pijn, angst, rust, paniek, kussen, bed. 10, 9. Fiets, auto, 8, bos, boom, 7, paddenstoel, 6, tafel, 5, 4, hakbel, 3, hamer, 2, schroef. 1. Stop de tijd. Kijk, ik kan alles met snelheid, weet ik veel, vind ik allemaal prima, maar pijn en dat soort dingen. Ik heb zo'n gevoel dat ik wel minder woorden heb. Dat weet ik bijna zeker. Woolly Girls, het is tijd voor de uitslag. En die punten zijn ontzettend belangrijk. Ieder seizoen weer, maar dit seizoen is het extra bepalend. En je maakt kans op een hele mooie reis naar IJsland. En we gaan afscheid nemen van 1 van de Woolly Girls. Die 2 meiden zijn vast iets van plan om de nieuwe weg te krijgen. De uitslag van deze challenge. Marie staat in het midden. Ik begin bij jou. Nee, nee. Je had in totaal 6 goed. Nee. Het is heel spannend. Marijn. Oh. Je had er 6 goed. Shit. Ook 6 punten? Heb ik dan zoveel onzin woorden gezegd? Jij had er in totaal
9 goed. What the fuck? Dat betekent een punt voor jou. Je bent als eerste ben je deze challenge aangegaan. En je hebt de meeste woorden heb je weten te onthouden. Gefeliciteerd. Het is niet voor niets geweest. Dat betekent 4 punten op dit moment voor jou. 4 punten voor jou, Marie. 3 punten voor jou. Het is allemaal ontzettend close. Niks is nog bepaald. En ik zie jullie natuurlijk volgende week weer fris en fruitig. Kom even rustig bij. En van jou wil ik natuurlijk weten welk team jij support. Is dat team Marie, is dat team Marijn of is dat team Jane? Laat het ook even weten wat je vindt van deze challenge. En je hebt het ook al eerder gehoord. We gaan afscheid nemen van een van de Woolly Girls. Ik zie jou volgende week weer samen met deze topvrouwen. Tot dan. Ciao.